super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Tamara en vandaag heb ik voor jullie de 40 gekke YouTube vragen tag. Ik ben getagd door Sanji Nuppie. Ik zal haar kanaal eventjes linken in het i'tje. En dan gaan we snel door naar de vragen. Al eens in een ander land gewoond? Nee, ik niet. Maar mijn zusje die is wel geëmigreerd naar Egypte. En ik mis haar heel erg. Neem jij mini-verpakkingen mee op reis? Nee, ik neem liever een flesje mee of een potje mee waar ik dan het product uit een grote verpakking in over kan gieten. Daarmee heb ik veel minder afval en je betaalt er ook uiteindelijk veel minder voor. Ben jij al eens een dubbelganger van jezelf tegengekomen? Nee, maar ik denk wel dat ik zelf een dubbelganger heb. Want ik fietste een keertje ergens en ik hoorde iemand een naam roepen en vol overtuiging naar me zwaaien. En op een gegeven ogenblik vroeg je ook of ik hem nog herkende. Dus ik denk dat ik wel een dubbelganger heb. En van iemand anders? Nee, nog nooit. Hoe vind je dat jouw eigen stem klinkt? Nou ja, niet echt heel erg bijzonder. Een beetje laag. Maar omdat ik natuurlijk best wel veel filmpjes van mezelf edit, hoor ik mijn stem best wel vaak. Dus ik ben er inmiddels wel aan gewend. Wat wilde je vroeger altijd worden? Toen ik op de basisschool zat, wilde ik heel graag politieagent worden. Want dat was mijn vader ook destijds. En toen ik naar de middelbare school ging, wilde ik heel graag tekenjuf worden. Wat doet jouw vader voor werk? Mijn vader is met pensioen. Maar hij heeft bij de politie gewerkt. Daar heeft hij zich opgewerkt van agent tot brigadier of officier. Hij heeft ook de geestelijke verzorging heeft hij opgezet binnen de politie samen met nog een aantal mensen. Ook heeft hij als diaken in de katholieke kerk gewerkt. En volgens mij doet hij nu als vrijwilliger of nou ja, misschien dat hij ervoor betaald krijgt, dat weet ik niet. Werkt hij via de RKK, dat wanneer op zondag een dienst is, dat mensen dan kunnen bellen. En als ze dan met zingevingsvragen zitten of zo, of vragen hebben naar aanleiding van de dienst, dan kunnen ze hem bellen. Zou je dat ook willen doen? Nee, niet in die vorm. Ik vind op zich geestelijke verzorging heel interessant, maar ik denk niet dat ik daar de juiste persoon voor ben. Wel iets in de trant van counseling op een middelbare school of zo zou ik wel interessant vinden. Maar ergens ben ik natuurlijk al een klein beetje in de voetstappen van mijn vader getreden door te gaan leren voor docent godsdienst levensbeschouwing. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Gisteravond nog. Ik zat namelijk een oud filmpje te kijken van nu bijna 2 jaar geleden. Ik zal het filmpje ook eventjes linken in het i'tje. Dan snap je meteen waarom dat ik moest huilen. Hoe oud ga jij worden in je leven? Ja, wie kan dat voorspellen? Heb je een huisdier? Ja, ik heb een Jack Russell van 13, bijna 14. En wij hebben een poes van ja, 7. Maak je muziek? Ik kan geen instrument bespelen, wel kan ik een beetje zingen. Al eens iets vreselijks vergeten in je leven? Ik ben wel eens een keertje iemands verjaardag vergeten en daar was diegene ook heel erg boos om. Maar ik had een hele goede reden. Het is uiteindelijk wel allemaal goed gekomen. We hebben elkaar een aantal jaar niet gesproken. Toen vonden we elkaar weer via Facebook en nu is het allemaal weer koekenij. Kun je luchtgitaar spelen? Nee. Wat versta jij onder zen? Ik heb een vrij rustige persoonlijkheid en ik denk dat zen voor mij is dat ik helemaal volledig rustig ben in mijn lijf en in mijn hoofd. Kun je surfen? Nee. Hoe groot is jouw slaapkamer? 2,80 bij 4,5 meter? 4 meter? Geen idee. Wat is je favoriete serie deze week? The Handmaid's Tale. Honden die kleertjes dragen? Nee. Ben jij een groenteeter? Ja, best wel. Ik probeer de laatste tijd ook steeds minder vlees klaar te maken. Maar volledig vleesloos denk ik niet dat het ooit gaat worden. Al eens insecten gegeten? Ik denk dat ik op de fiets wel eens een keertje een insect heb ingeslikt. Wat kun je dat niemand anders kan? Ik denk dat alles wat ik kan, iemand anders ook wel kan. Heb je een bijnaam? Tammy, Taatje, Tam. Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? De kattenbak verschonen. Poep scheppen in de tuin als mede in de tuin heeft gepoept. Toilet schoonmaken. Dat soort dingen. Welk klusje vind je echt leuk om te doen?
Als het een klusje is, is het iets wat moet. En dan vind ik het over het algemeen sowieso niet leuk. Als je maar aan één project zou mogen werken voor het komende jaar, wat voor project zou dat zijn? Het opzetten van mijn eigen fotografiebedrijfje. Wat staat er bovenaan jouw verlanglijstje? Een Sigma Art 35mm lens. Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt? Een kind baren. Zou je ooit bij de marine willen? Nee. Wanneer heb je voor het laatst een kaartje aan iemand geschreven? Dat is een aantal maanden geleden. Ik had een pakketje samengesteld voor iemand en daar had ik ook een kaartje bij geschreven. Wanneer was je voor het laatst bloednerveus? Ik denk op het moment dat ik moest bevallen van Vigo, alhoewel ik toen best wel rustig was. En ik was best wel nerveus voor de 20 weken echo. Ja, dat is gewoon heel erg spannend, dus vandaar. Heb je ooit een boete gehad? Ja, een onterechte. Ik was aan het oversteken bij een spoorwegovergang. Toen ging op een gegeven ogenblik gingen de slagbomen naar beneden. Maar ja, het stond helemaal vol met mensen, dus ik kon niet vooruit. Dus toen ben ik maar weer teruggelopen. En toen kreeg ik een boete omdat ik mij op het spoor bevond op het moment dat dat niet mocht. Ooit zonder stroom in je huis gezeten? Ja, vast wel. Favoriete pizza? Ik denk een 5 kazen pizza, maar dat is niet echt heel erg handig voor iemand met een lactose-intolerantie. Het lekkerste ijsje? Ik vind alles met karamel vind ik heel erg lekker. En ik vind de combinatie aardbeien-sorbet-ijs met citroen-sorbet-ijs heel erg lekker. Hoe laat ga jij naar bed? Meestal te laat. Ben je gul? Ik denk het wel. Ik geef dingen makkelijk weg. Maar aan de andere kant, ik ben ook een beetje een hoarder. Dus ja, op het moment dat ik weet dat mensen iets nodig hebben of goed kunnen gebruiken, dan ben ik wel gul. Als je je voornaam zou veranderen, hoe zou je dan heten? Ik zou never nooit mijn voornaam veranderen. Veel te ingewikkeld. Het beste aan wakker worden is erachter komen dat je nog een uurtje mag blijven liggen. Wat is je minst favoriete lichaamsdeel? Ik denk mijn buik. Die zit op het moment helemaal onder met littekentjes van een galblaasoperatie en een blinde darmoperatie. Ik heb een heel klein beetje strié vanwege mijn zwangerschap, maar dat is echt heel weinig. Dus daar kan ik niet over klagen, maar mijn buik mag wel ietsje strakker. Zo, dat waren alle 40 vragen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef hem dan ook een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Nu is het natuurlijk met een tagvideo de bedoeling dat ik de tag doorgeef aan iemand anders. Nu mogen jullie de tag natuurlijk ook doen. Laat het dan vooral ook eventjes aan mij weten. Maar met name wil ik Jamie Blom taggen om deze vragen ook te beantwoorden. Nou, dan ga ik bij deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef hem een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Is helemaal gratis. En dan zie je mij in de volgende video. Doei!